Dat is wel mooi, hè, die gekleurde betonblokjes. Je ziet de mensen in de bloesvetters doen als ze er tegenaan rijden. Nou, ik heb eens even rondgevraagd wat er nou precies aan de hand is. Het verhaal is eigenlijk heel erg simpel. De generator die daar staat, van hoefnagels, de rode achter het scherm, die is te licht voor deze topspin. Dus als hij gaat draaien, je zag hem net draaien, valt hij af en toe uit omdat gewoon de stoppen eruit staan. U gaat hier kijken naar het enige echte, ouderwetse, nostalgische, vloeiend theater, dames en heren. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No thrill ride is too intense for him. This is him, Ruben Koot, the ride specialist. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een keer een kermis bezoeken. En die zomaar eentje, Weert. En ik zie de eerste topper al staan, de Topspin. Nou, ik heb eens even rondgevraagd wat er nou precies aan de hand is. Het verhaal is eigenlijk heel erg simpel. De generator die daar staat, van hoefnagels, de rode achter het scherm, die is te licht voor deze topspin. Dus als hij gaat draaien, je zag hem net draaien, valt hij af en toe uit omdat gewoon de stoppen eruit staan. Erg zonde, want mijn rondje topspin wordt door mijn neus heen geboord. Want hij draaide net wel. Ja. Godverdomme, daar baat ik nog het meeste van eigenlijk. Want ja, in een attractiepark heb je niet zulke goede ritjes als hier op de kermis. Nou ja, Topspin, hopelijk zie ik je volgend jaar nog. Nou ja, we gaan verder over de kermis met Hero City, dames en heren. Dat is wel mooi, hè, die gekleurde betonblokjes. Je ziet de mensen in de bloesvetters doen stof als ze er tegenaan rijden. Met een of andere mislukte aanslag. Ja. Allemaal. Ah, voor het plein ziet er leuk uit. Hier staat de showmachine van hoefnagels. Mega slide met dak ondanks het mooie weer. Vooraan de jumbo. En around the world zweeft hier bovenlangs. En dan valt bij. Nu pas op dat ze een achterrandje hebben op de Around the World. Ziet er netjes uit. En nog weer hoefnagels, dames en heren. Ditmaal de breakdance. Al is volgens mij geen familie van elkaar, ondanks wel de twee hoefnagels eten. En dan treffen we al meteen de autoscooter aan Future World. En zoals ieder jaar daar in het hoekje, die Montalfire. Speciaal geïmporteerd uit Duitsland voor deze kermis. Kijk, dames en heren, gaan we zingen ook. Ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen. Hij komt vaker terug in Weert. In het verleden heeft hij ook nog eens een keer in Leiden gestaan, 3 jaar achter elkaar, maar daar komt hij niet meer terug. Maar in Weert komt hij als geregeld terug en weer naast de kerk. Ja. Oh,
lijntje mag natuurlijk niet opbreken op een kermis als Weert. Bungee's ook aanwezig. Aaron Bungee. En het laatste op dit pleintje, dames en heren, de Snow Jets. Zie ik dit jaar voor het eerst. Het zeg maar een soort straatnamen. Dries, Stationsplein, daar gaan we nu naartoe. En hier staat trouwens nog de Octopussy. Mooie grijpcontainer hoor. Het rekent eens uit zo. Los daar direct achter. En dan vinden we in één keer hier de Booster Max. Die staat normaal ook op de Dries. Hier stond altijd een cakewallet, dus ze hebben al veranderd dit jaar aan de opstelling. Dat vind ik dan wel jammer, hè? Veel en Los zijn gewoon praktisch naast elkaar. En natuurlijk is Los geen spookhuis, maar de meeste mensen zal het daar toch aan doen denken. Dat is eigenlijk nog verder uit elkaar geplaatst als de gemeente Weert was. En hier treffen we toch nog de cakewalk aan, alleen aan de andere kant van waar die normaal staat. Kijk, hier staat het spookhuis nog een keer. Politie, Los. En achterin waar de booster staat, daar staat normaal dus de cakewalk. Allersnelste, allerlekkerste. Ouderwets vermaak voor groot ouderwets vermaak. Inderdaad, het Flooien Circus. Nou, dat is leuk. Nou, daar gaat het gebeuren, dames en heren. Flooien Circus. Volgens mij zijn er een paar stoppers. Scribbelen. Maar dan echt dingen. U gaat hier kijken naar het enige echte ouderwetse nostalgische vlooiend theater, dames en heren. Want ik heb hier een echt klein vlooiend circus staan. Het is gebouwd in Amerika door de wereldberoemde vlooiendompteur Walt Noon. Walt Noon is een van de beste vlooiendompteurs ter wereld. Hij heeft namelijk 5 kleine vlootjes voor mij gedresseerd. Terwijl u hoort het goed, 5 kleine vlootjes. We hebben een probleem. Deze is niet van mij. Het is een veel vreemde flow. Heb je huisdieren? Oei. We hebben een kleine illegale huisbewoner bij jou gevonden. Maar je mag hem weer mee naar huis nemen, want ik heb er helaas niks aan. Want het is een insectje wat ik nooit van mijn leven gezien heb. Alsjeblieft. Ik heb een mooie titel voor de video. U gaat hier ook gegarandeerd. Ik leg het muntje bovenop Billy. Ik zeg met de nadruk heel voorzichtig. Want als ik het uit mijn handen laat vallen, is het zo plat als een pannenkoek. Ik raak het muntje niet meer aan. Op mijn commando gaat Billy het muntje omdraaien. Het enige wat ik ga doen, ik leg mijn hand stil en stabiel hier bovenop neer. Zodat ik hem rustig stil kan houden, zodat ik hem niet meer hoef te bewegen. Hij duwt met al zijn gewicht tegen het muntje aan.
Kijk goed, hij duurt net zo lang tot hij het muntje omgooit. Allee Billy, come on, come on. Joppa! Klein van stuk, maar groot van krachten. Billy heeft geen lagere school gehad. Billy heeft geen hogere school gehad. Billy heeft alleen maar de sportschool gehad. En heeft 24-7 alleen maar trainen met kleine gewichtjes. Nou, dat was leuk. Dat had het leuk gedaan. Tot de rij, hè. En dan de allerlaatste zaak van weer vandaag, dames en heren. Rainforce, een labyrinth op een glazen dol. En dan gaan we afscheid nemen van weer, dames en heren. En zo zijn we helemaal weer zo rond, dames en heren. Ja, een toffe kermis zoals ieder jaar. Mooie grote attracties zoals de Goldmine Tower, Reactor, de Ghost Rider, Topspin natuurlijk. Meneer Strauss brengt een hele mooie grote attractie naar Nederland, de Topspin. En je merkt toch dat er meer mensen jaloers worden. Een beetje hetzelfde als toen met pranken, met de Shake and Roll. Werden ook bepaalde exploitanten werden jaloers. Ik weet niet wie het zijn. Ik ga ook helemaal geen namen noemen. Maar het is wel een beetje de sfeer wat er heerst op de kermis. En dat is gewoon jammer, weet je. Ook toen met pranken, die wilde toen ergens opbouwen. Die werd hier vastgereden met een paar vrachtwagens, zodat hij niet kon gaan bouwen. Dat soort kinderachtige dingen gebeuren er dan. En dat is nu bij Straub ook gebeurd. FWDA heeft er de controle uit op zijn attractie. Omdat er zogenaamd iets mis zou zijn met de attractie. Nou, ik ga jou gaan vertellen als jij gewoon belt, komen ze niet. Dus dat is gewoon een of andere makenaar geweest. Die dat wel gedaan, dat zijn niet eens maken, maar gewoon een naaien geweest. En ja, ik vind het echt laag. Ik vind het echt persoonlijk wel laag. Want het is niet onderling, ze trekken het onderling uit, maar er zijn hele gezinnen die er niet van zijn. En nou ja, uiteindelijk blijkt de hele attractie dus in orde. Maar je hebt wel vertraging, zodat ze het zijn. Dus we zijn later overgegaan. Maar ja, eigenlijk staat hij ook hier met de Topspin op het gebied moeten komen. Ja, er zijn meerdere attracties geweest op de stad. Weet je, dat kan er wel gebeuren, maar dit is wel een betere plaats dan de bazin waar hij nu staat, hè, in de hoek. Maar ja, uiteindelijk moet hij toch wel breken. Maar waarom breek je nou af? Ze hadden dus een aggregaat. Die aggregaat was te licht. En dat is wel een beetje een ding. En aan de ene kant zegt de kant, ja, ik heb de juiste gegevens doorgegeven, dus de aggregaat moet goed zijn. Maar de gemeente zegt dat die gegevens die klopten die hun doorgegeven hebben. Ja, aan de ene kant denk ik, zit er een beetje middenin. Hè. De waarheid is altijd in het midden. Aan de ene kant zou ik zeggen, ja, deze stad weet toch wel wat voor zijn stand die gebruikt. Die had daar meerdere kermissen gebruikt dit jaar. Hoorn bijvoorbeeld. Maar de Eskenede kon hij wel gewoon draaien. En ja, hier kan het niet. Ik bedoel, je gaat niet meerdere gegevens doorgeven. Dus, maar ja, met dit allemaal bij elkaar. Nee, het is gewoon triest. Ik vind het gewoon triest. Sowieso van deze kant. En voor mij als fan natuurlijk ook wel uit fans willen we natuurlijk dit soort attracties graag naar Nederland hebben. Dat zijn de attracties waarvoor wij naar de kermis komen. Een Ghost Rider, een Topspin, een Goldmine Tower. Reactor natuurlijk. En niet van die slappe dingen, van die kleine dingetjes. Ja, het is leuk om erbij te hebben, maar ja, de topzaken zijn voor echt een grote zaak. Ik vind het jammer. Ja, dus dat is een paparazzi hier. Hey Johnny! Ik ga nu wel afscheid nemen, want het wordt een heel lang verhaal. Maar ik baal gewoon echt zelf om een rondje tot te, want die wordt wel mooi door mijn neus heen gevallen. Die had ik wel graag willen doen. Ik hoop dat ik dit keer nog tegen heb komen. Ja, ik zie jullie morgen in elk geval de volgende review weer. Tot dan!